Outward Bound, terug in Zeeland. Het is dinsdag 3 mei. Dit is Zeeland Nu. Zware lichamelijke training maakt mentaal sterker. Gemeente Hulst op zoek naar rechtsextremisten. En jonge Zeeuwen spelen oorlogsherinneringen na. Dag, dames en heren. De Outward Bound School is terug van weg geweest. De school staat wereldwijd bekend als een strenge opleiding met zware lichamelijke trainingen. En heeft sinds dit voorjaar weer een Nederlandse afdeling, opererend vanuit Zeeland. Bedoeld om jongeren zelfstandiger en sterker te maken. Zeilen, roeien, hiken, rennen en nog veel meer lichamelijke en psychische uitdagingen. Dit zijn beelden van Outward Bound scholen wereldwijd. In Nederland begint het bescheiden, maar niet minder ambitieus, met deze Zeeuwse clipper op expeditie naar bijvoorbeeld Noorwegen. De jongeren hebben hier diverse taken te doen. Zo hebben we het zeilen. Je ziet hier een gigantische mast. Als het er echt op aankomt, je moet hier met z'n allen dat zeil omhoog hijsen. Je moet, als de schipper zegt van dit moet gebeuren, dan moet het ook gebeuren. Het zijn kernwaarden van de Outward Bound School. Ooit in de jaren 60 van de vorige eeuw gestart bij Renesse naar Engels voorbeeld. Bedoeld om jongeren zichzelf te laten ontdekken en sterker te maken. Klaar om het zeegat uit te gaan. Klaar voor het werkende leven. Na 20 jaar radiostilte is de school nu weer terug in het land. Met een duidelijk doel voor de deelnemers. Hoe werk je samen in de groep? 1, 2. Aan jezelf en hoe sta je in de groep? Hoe ziet de groep jou ook? En daar leer je dan van. De meeste kinderen zijn dat niet meer gewend. Ze zijn niet gewend om voor elkaar op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. En dat zou op dit schip wel moeten. Tijdens verschillende expedities van 5 dagen in Zeeuwse wateren tot aan 3 weken op volle zee. Zeebenen gegarandeerd. Ja, ik ga erover verder praten met verslaggever Koen Teuwes bij Slot Moermond bij Renesse. Ja, Outward Bound. Daar is het ooit begonnen. Hè? Voor wie is deze nieuwe school eigenlijk bedoeld? Ja, voor iedereen, maar vooral voor jongeren tussen de 15 en 25 jaar oud. De komst van Outward Bound, de nieuwe Outward Bound, past een beetje in het beeld dat we de laatste jaren zien. Commerciële bedrijven die als paddenstoelen uit de grond schieten om jongeren te helpen. Of het nu gaat om het halen van een betere CITO-score bijvoorbeeld, of een juiste studiekeuze te bepalen. Ja, overal is wel een bedrijfje te vinden die jou daarbij kan helpen. Leerlingen moeten gewoon tegenwoordig veel meer op school, vooral op theoretisch vlak. En die nieuwe bedrijfjes als Outward Bound, ja, hebben juist als doel om de jongeren weer de natuur in te trekken. Ja, om lekker fysiek bezig te zijn. Ja. Stel ik zou mee willen doen, hè, Koen. Wat ben ik dan kwijt? Ja, dat is niet goedkoop hoor. 800 tot 3000 euro. En voor de een is dat natuurlijk weer wat makkelijker op te hoesten dan voor de ander. Maar het is toch wel een flinke investering. Ja, want Outward Bound is dus terug van weg geweest. En we kennen dit uit de jaren 60. Gaat het ook een beetje erop lijken als hoe het er toen uitzag? Nee, die tijden zijn wel veranderd hoor. Vroeger, toen werden jongeren hier naar dit slot gestuurd die wat discipline konden gebruiken. Dan heb ik het over bootwerkers, politiefunctionarissen in opleiding. Ja, en die school werd dan betaald door de overheid bijvoorbeeld of door het bedrijfsleven. Zoals door de havenvakschool in Rotterdam. Die eind jaren 60 van de vorige eeuw leerlingen die wel wat discipline konden gebruiken hier naartoe stuurde. In het kasteel Moermond bij Renesse op het eiland Schouwen is een voor ons land unieke school gevestigd. Jongens van 15 tot 20 jaar uit alle kringen van de maatschappij kunnen hier gedurende een maand een cursus volgen die beoogt karaktervormend te werken. De wijze waarop dit geschiet is neergelegd in het devies van de school. Sterker door tegenslag. De Outward Bound School was er om lastige jongetjes op te knappen. Leen Verzeil stuurt als docent van de havenvakschool in Rotterdam in de jaren 60 tientallen leerlingen naar slot Moermond bij Renesse. Neemt u me niet kwalijk, alles wat God verboden had, dat flikte zij. En dat werd door ons niet geaccepteerd. En die werden hierheen gestuurd om een beetje menselijk gemaakt te worden. Het lesrooster van de school is opgesteld naar het voorbeeld van de Engelse Outward Bound scholen, die in de oorlog jonge mensen geestelijk en lichamelijk weerstand trachten te geven om tegen zeer moeilijke omstandigheden opgewassen te zijn. Hier zaten ze dan 14 dagen tot 3 weken. En hoe kwamen ze dan terug? Verbeterd. Een dergelijke school is wat Verzeil betreft vandaag de dag opnieuw hard nodig. Discipline. Discipline is een hele belangrijke factor waar op het ogenblik
een tekort aan is op elke vorm van onderwijs. Zoals toen, zo hoeft het niet meer. Het moet ook aangepast worden aan de ontwikkeling van de tijd. Als de leerlingen eenmaal in staat zijn outward bound te gaan, oftewel het zeegat uit, heeft de opleiding zijn doel niet gemist. Het is een opleiding die probeert jonge mensen te wapenen voor de strijd om het bestaan in de harde wereld van vandaag. De gemeente Hulst is op zoek naar de mensen die door de hele stad stickers met extreemrechtse teksten hebben geplakt. Medewerkers van de gemeente hebben de stickers vandaag verwijderd. Ze zitten vooral op lantaarnpalen. De gemeente vindt de teksten discriminerend. En dat geldt ook voor veel bewoners in Hulst. Ze kunnen het eigenlijk hier niet thuis horen, nee. Nou, je mag best vrijheid van meninguiting hebben, maar doe dat dan op een beschaafde manier. Mening mag je uiten, maar om het zo op de lantaarnpaal te doen, dus het komt wel heel discriminerend over. Blijkbaar is er toch veel onvrede in de samenleving. Volgens de gemeente gaat het om enkele tientallen stickers. Ook de politie is ingeschakeld om de plakkers te vinden. De tandwalvis die vorige week werd gevonden in een sluis in de Schelde is omgekomen van de honger. Dat heeft autopsie uitgewezen. Er waren geen sporen van een aanvaring te zien. Het dier was al in verregaande staat van ontbinding. Het is heel bijzonder dat de narwal, want zo heet het dier, hier terecht is gekomen. Normaal gesproken zien we ze alleen in het Noordpoolgebied. Een erespeldje voor Sophie Mensen uit Middelburg. Ze is 70 jaar lid van de PvdA en laat dat nou net zo lang zijn als de partij bestaat. Ooit overgedacht om uw lidmaatschap op te zeggen? Nee, nooit. Nee, nee. Maar u bent het waarschijnlijk niet altijd eens geweest met de partij. Nee, verre van, verre van. En zeker de laatste, nou zeg maar 20 jaar ben ik niet blij met de gang van zaken. Ja, en dan doelt mensen vooral op de politieke relatie die de PvdA is aangegaan met de VVD. Maar trouw blijft ze haar partij dus wel. Ik blijf lid, ja, tot mijn laatste ademtocht. Ja. Zeeland on Wheels stopt met het organiseren van landelijke skatewedstrijden. De afgelopen 8 jaar hadden we diverse nationale wedstrijden in onze provincie. Maar aan de laatste in Goes deden er slechts 33 mee, terwijl er 35 vrijwilligers waren. Niet echt rendabel dus, en daarom gaat Zeeland on Wheels zich nu richten op jeugd en kleinere regionale wedstrijden. Het team van Beachsoccer Zeeland maakt zich op voor een Amerikaans avontuur. Ze gaan naar de USA Cup in California. Dat is een prestigieus toernooi waar de beste teams ter wereld aan meedoen. Ja, we moeten echt tegen topteams, tegen Botafogo. Dat zijn mannen die aan de Copacabana iedere dag aan het strand voetballen zijn. Dat is iets anders dan Katzand, hè? Dat is iets anders dan Katzand, ja. Beachsoccer Zeeland is zelf ook geen klein ploegje. Zo werden ze al eens kampioen van Nederland en van België. Maar zo'n internationaal toernooi is toch wat anders. Mooi om mee te mogen maken, zo, na al die jaren, zeg maar. Dat we iets opgebouwd hebben, betekent dat toch. Tegenstanders in Californië zijn Portland, Botafogo en Al Ahly uit de Verenigde Arabische Emiraten. Er spelen ook topspelers zoals Majer, hè? Dat is de beste speler van de wereld. Eigenlijk de Messi van het beachsoccer. Nou, dan mogen wij tegen spelen, die zitten bij ons in de pool. Dat zijn wel leuke wedstrijden. Nog nooit eerder deed er een Nederlandse ploeg mee aan de USA Cup, die over 10 dagen van start gaat. Morgen is het 4 mei en dan herdenken we oorlogsslachtoffers. Bijvoorbeeld 5 mannen van Rijkswaterstaat, die in mei 1944... door de Duitsers zijn doodgeschoten bij de sluizen in Terneuzen. Ze kregen een monument, worden ieder jaar herdacht, maar morgen gebeurt dat op die plek voor het laatst. Het monument moet weg in verband met de komst van de nieuwe zeesluis. Het is 5 mei 1944. Duitse troepen trekken zich terug uit Terneuzen. Voor hun vertrek plaatsen ze explosieven bij bruggen en sluizen om het de geallieerden zo moeilijk mogelijk te maken. Mannen van Rijkswaterstaat willen de sluizen beschermen en staan op het punt de explosieven weg te halen. Maar ze worden betrapt en de actie eindigt in een drama. De heren zijn ontdekt en ter plekke geëxecuteerd. Het jaar erop, 14 maart 1945, komt koningin Wilhelmina terug het land binnen via Zuid-Vlaanderen, Ede bij Aardenburg. De dag erop is ze hier in Terneuzen. En ze komt hier langs deze plek en ze hoort dat hele verhaal aan van wat zich hier heeft afgespeeld. En diep ontroerd legt ze een bloem neer en spreekt de woorden uit, hier moet een monument komen.
En het is er gekomen. 20 september 1950 is het monument onthuld door prins Bernhard. Met de komst van de nieuwe zeesluis moet het monument verplaatst worden. Het monument staat in de weg en krijgt een nieuwe plaats. Maar er is in de ontwikkeling van de plannen echt wel gekeken van... Ja, dit monument hoort bij het verhaal wat zich hier heeft afgespeeld. En dat hoort hier een hele prominente nieuwe plaats te krijgen. En dat gebeurt ook. Ik denk zelfs dat het monument nog beter gaat opvallen dan op dit moment. Op 4 mei is het waarschijnlijk de laatste keer dat er op deze plek herdacht wordt. Daar wordt zeker even bij stilgestaan. Voor Hamelink blijft de plek, ook zonder monument, bijzonder. Vooral in de zomer als we aan het fietsen zijn, dan kom ik hier wel eens langs en toch wel even kijken. En wat denkt u dan? Ja, dat het verschrikkelijk is wat zich in die tijd heeft afgespeeld. En dat we vooral dat verhaal van onze vrijheid moeten blijven doorgeven naar de nieuwe generaties. Ja, en na de dodenherdenking morgenavond wordt er in 50 steden in Nederland een theatervoorstelling gespeeld over de Tweede Wereldoorlog. Zeeland doet dit jaar voor het eerst mee en leerlingen van Jeugdtheaterschool Zeeland hebben een voorstelling gemaakt. Geïnspireerd op gesprekken met hoogbejaarde Zeeuwen over de oorlog. Het heet Theater naar de Dam. We waren daar nog maar een dag toen het gebeurde, dat mijn broer omgekomen is. Leen van West uit Schagendijken vertelt over zijn tijd in een Duits werkkamp. Waardevolle informatie voor de jonge acteurs. Hoe vervelend het ook is om te zeggen, over 10 jaar lukt dat hoogstwaarschijnlijk niet meer. Deze mensen zijn blijven steeds minder mensen van dit soort over. Mijn vader was beurschipper en die kwam altijd in de café. En het was dan die caféhouder, die was Duitser van geboorte. En een half jaar voordat de oorlog uitbrak, was hij opgeroepen om in Duitsland te komen. Dus mijn broer al, dat gaat niet goed. We zijn aan het interviewen en op een gegeven moment schieten ons beelden te binnen. Ik ben zeker bang geweest dat het was... Toen reden we ook met de trein en toen werden we beschoten, dus uit de trein. En dat je onder een dijk, die trein reed boven op een dijk en daar had je van die grote buizen er gewoon in. Ja. En daar ben ik ingekropen, met meerdere natuurlijk, maar dat bleek van weerskant kroop ik erin. En ik zat een beetje in de midden en je kon ineens staan en dan wou je eruit en toen werd ik weer bang. Als we dan zo'n beeld hebben van meneer Verwest die in een tunnel zit onder een spoorweg door, dan vinden wij dat heel interessant. Daar zouden we dan een deel van kunnen laten zien, naspelen of zelfs kunnen vertellen. Dus dat zie je, dat weet je nooit. Nee. Ja, en een van de mensen van de Jeugdtheaterschool Zeeland die morgen in de huid kruipt van mensen in de oorlog is de 17-jarige Sjoerd Gillissen. Hij is hier in de studio. Sjoerd, een prachtige voorstelling lijkt me. Is het ook anders dan andere voorstellingen die jullie doen? Ja, deze voorstelling is gebaseerd op echte verhalen van mensen die klein waren tijdens de oorlog. En dat maakt het toch wel heel bijzonder. Ja, jullie hebben ook veel intensieve gesprekken gevoerd hè, met die mensen die het hebben meegemaakt. Hoe is dat? Ja, dat is best wel bijzonder. Want je spreekt toch met ooggetuigen en die toch soms echt vreselijke dingen hebben meegemaakt. Ja, hoe is dat dan voor jullie om dat te horen? Ja, dat is emotioneel soms wel. Het raakt je wel. Ja. Want jullie vertellen het verhaal van Willem. Hè? Kun je eens uitleggen? Wie is Willem? Willem is voor de oorlog met zijn gezin gevlucht naar Indonesië. Maar daar werden ze al snel in een kamp gezet toen de Japanners binnenvielen. Ja. Heb je het idee dat het zin heeft dat jullie dit soort verhalen vertellen? Ja, want ik vind het belangrijk dat de toekomstige generatie en ook mijn generatie te horen krijgt wat er in de oorlog is gebeurd. Zodat het voorkomen kan worden in de toekomst. Ja, want je leert het ook op de middelbare school, hè? Ja. Je hebt het op bij geschiedenisles. Ja. Maar als je het dan in zo'n theatervoorstelling doet, is dat toch anders? Ja, want het zijn dan echte verhalen. Bij geschiedenis dan leer je meestal de hoofdlijnen van zo'n oorlog. Maar nu spreekt toch ook ervaringsdeskundigen, zeg maar. Ja. Laten we even kijken naar een stukje uit jullie repetitie. Okay. Wat vind jij daarvan om die verhalen te spelen? Ja, ik vind het vooral hartstikke mooi. En het is echt, ik vind het gewoon heel erg mooi om te doen. Heel 6 weken varen waren ze er. In Indonesië. Daar zou het beter zijn. Het raakt me wel, want ik bedoel, je had ook in die tijd kunnen leven. Dat had jou ook kunnen overkomen. En het kan eigenlijk zomaar ook weer gebeuren. Want zoals in Brussel en Parijs, dat komt ook weer best dichtbij. Oorlog is een wraakgevoel. Als ze jou wat doen, dan probeer die het. Besef je wat je allemaal vertelt? Nou ja, sommige stukken vind ik nog wel een beetje lastig om zeg maar goed te begrijpen. Alleen de meeste stukken, dan weet ik wel wat ik vertel. 7 houten bedden op elkaar gestapeld. En als er iemand die boven hem zat plaste, dan kreeg hij het op zijn dak. Wat hoop jij dat er met dit toneelstuk bereikt wordt?
dat mensen zich er meer bewust van worden dat oorlog gewoon niet goed is. Dat vrede eigenlijk veel beter en fijner is voor iedereen. Dat we beter kunnen samenleven met z'n allen. Ja, hoeveel hebben jullie geoefend eigenlijk? We zijn nu 4 dagen bezig. Oké. En wat verwacht je van morgen? Ik verwacht dat het een hele indrukwekkende en mooie voorstelling gaat worden. Ja? Ja. Wil je nog een oproep doen aan de mensen? We hebben deze camera. Mag ik gewoon even kort zeggen waarom mensen moeten komen kijken morgen? Het wordt een hele, ja, zoals ik al zei, indrukwekkende voorstelling. En het laat het verhaal zien van mensen die jong waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is morgen, morgen is het om 8:30 op de Oude Markt in Vlissingen. Nou, super. En het is gratis, hè? En het is gratis. Je moet wel van tevoren een kaartje. Van tevoren moeten er wel kaartjes geregeld worden. En die zijn ook verkrijgbaar op de Oude Markt in Vlissingen. Succes morgen met de voorstelling. Dankjewel, Sjoerd Gillissen. Vandaag was het mooi weer met veel zon, maar nog wel aan de frisse kant. Het werd hooguit 14 graden. En dat was voor Annemarie van Iersel goed genoeg om vandaag het strand van Vlissingen te bezoeken. De komende dagen wordt het weer steeds beter. Met vrijdag als hoogtepunt, dan kunnen we wel eens de 22 graden gaan halen. Tot zover deze uitzending van Zeeland Nu. Straks weer een aflevering van de Zeeuwse Top 40. Ik wens u daarbij heel veel plezier. Nog een fijne avond. Dag.